je hebt een achtergrond als financieel expert. De Europese Centrale Bank die dreigt nu met sancties en met verscherping van kapitaaleisen wanneer banken niet voldoen aan de klimaatdoelen. Ja, wat verwacht de ECB eigenlijk van banken? Dat zij voldoen aan klimaatdoelen, wat dat dan ook zijn. En de centrale banken leggen de druk natuurlijk op de commerciële banken om aan die klimaatdoelen te voldoen die natuurlijk vastgelegd zijn in Parijs, de Parijsakkoorden. En daar zie je eigenlijk dat het hele spectrum van toezichthouders, politiek, centrale banken, milieuorganisaties, de druk op de commerciële banken gigantisch opvoeren. Eigenlijk zien we een gijzeling van dit klimaatblok leggen op de commerciële banken. We weten bijvoorbeeld dat commerciële banken op dit moment 12 mensen in dienst hebben die alleen maar bezig zijn met het monitoren van ons geld. Dus je ziet dat de commerciële banken gedwongen worden om klimaatdoelen te gaan uitvoeren. Dat moet een eind 2024 eigenlijk tot uitvoering komen. Lukt ze dat niet, er worden zelfs boetes opgelegd. En wie gaan die boetes betalen? Wij. Ja. Dus zo werkt het altijd. Nou, dus ik vind dat we een kant op gaan die natuurlijk gewoon niet kan. En als ik dan ook de afgelopen maandag het gesprek hoor, dat men zegt van oké, ja, er zijn wel problemen binnen de banksector. Het is een soort een vorm van bankcrisis. Maar dat valt in het niet bij de problemen die we hebben met ons klimaat. Dan denk ik, ja, jongens, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Primair gaat het op dit moment om de banksector overeind te houden. Dat is stap 1. Maar stap 1 is bij dit soort partijen klimaat. Ja, want de banken hebben het inderdaad al heel moeilijk. En eind 2024 dan moeten ze aan de klimaatdoelen voldoen. En directielid Frank Elderson, directielid van de ECB, die zegt dus van, nou, banken zijn wel bezig. Het gaat ook in stapjes, maar het gaat lang niet snel genoeg. Er moet echt nog veel sneller gewerkt worden. Mm-hmm. Ja, ik vind het bizar. Bizar dat deze meneer gewoon, Als je de persconferentie terugbekijkt en ook de interviews terugkijkt, dan is het gewoon dwang. Ja. Dwang. Ja, want inderdaad wordt de bank ook niet makkelijk gemaakt. Als ze zich er niet aan houden, dan komen de sancties. Het lijkt alsof ze een beetje van alle kanten onder druk worden gezet. Want ook de politiek is aan het kijken van, hey, wat kunnen we doen door middel van wetgeving. Hè, om dat af te dwingen. Milieudefensie. Die zegt, ja, Luister, we gaan op een gegeven moment de banken nog meer monitoren. We gaan met de aandeelhoudersvergadering aanwezig zijn met de acties. Wij willen meer juridische acties naar die banken. Dus die banken zitten helemaal klem. En die hebben zich ook al gecommit aan die klimaatakkoorden, de commerciële banken. Dus die zitten ook klem. Maar ondertussen zijn er dus miljoenen rekeninghouders die hier straks de dupe van zijn. Ja. En waarom houdt de ECB zich hier eigenlijk mee bezig? Want de ECB heeft toch een hele andere taak, zou je dat zeggen? Dat vroeg ik me ook af. Zijn ze hier niet gewoon politiek aan het bedrijven, maar is dat hun taak wel? Nou, we gaan eens even kijken naar hun taak. Op de website staat namelijk heel wat anders. En misschien is er ook ruimte voor interpretatie. Maar hier staat het behalen en uitvoeren van het monetair beleid. Het verrichten van valutamarkttransacties. Het aanhouden en beheren van de externe reserves en het eurogebied. En het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer. Chapeau. Geweldig. Ja. Dit is het. Dit zouden ze moeten doen. Punt. Ja. Punt. Ja, maar dit is niet het enige wat er gebeurt. En dit doen ze al niet. Want anders hadden we niet zo'n hoge inflatie. Dit doen ze niet, anders hadden we nu weer niet wederom een bankencrisis na 2008. Dus wat ze moeten doen, doen ze niet. En wat ze wel doen, is op dit moment alleen maar met klimaat bezig zijn. Ja, en ik begrijp, terwijl wij als Europa zo'n klein stukje zijn op deze aarde. Nou, precies, maar ook die haast die er dan mee gemoeid is in één keer. Hè? Van, we moeten tempo maken. Nou, als je ergens tempo mee moet maken, is het met deze taakomschrijving, denk ik. Hè, die inflatie corrigeren. Maar toen Lagarde Twan Huis tegenover zich had en Twan Huis vroeg van, hoe zit het met je? Jullie balans is niet veel te groot en die gierende inflatie, moet je die niet wat temperen? Toen was het van, nee, dat komt wel goed, op zijn tijd. En met klimaat moeten er in één keer alle zeilen bij? Ja, ik kan me voorstellen dat kijkers ook denken van, ja, het ECB gaat hier mee buiten het boekje. Wat denk jij? Dat doen ze ook. Maar ja, dit is een heilig doel. Klimaat is een heilig doel in Europa. Daar moet alles voor wijken. Ja, en dat is ook zo ongelooflijk, want je hebt het nu over Europa. Hè. De ECB die gaat over Europa. Mm-hmm. Maar het klimaat beperkt zich niet
tot Europa alleen. Hè. Het gaat over een wereldwijd probleem in hun ogen. En als je dat dan ook zo bekijkt, die wereldwijde uitstoot, want daar gaat het dan om. Hè. Ze hebben zich gecommenteerd aan het Parijsakkoord en nou, al die landen die eraan meedoen, die hebben allemaal een bijdrage in die klimaatverandering als gevolg van CO2. Zo luidt het narratief. En als je ze naast elkaar legt, die landen, dan zie je dat Europa eigenlijk het al heel goed doet. Al jarenlang. Ja. En steeds wat, beter. Waar staat Europa in dit overzicht? Welke onderin. Kleur? Als we dit overzicht bekijken, hier zien we dus de jaarlijkse emissies wereldwijd per regio. Dan zien we die tweede van onderen, die roze strook. Dat is de Europese Unie. Nou, als je dat in verhouding bekijkt China. Tot de andere landen daar, ja. Gaat het hier voortreffelijk. En alles maar beter, want het wordt ook steeds minder. Maar daartegenover staat, als je kijkt naar China. Daar zie je gewoon dat zij vanaf, nou wat is het, 2005, iets later dan dat, een enorme toename voor hun rekening moeten nemen. En dat snap ik ook. Hè, die industriële revolutie en die maakindustrie, dat is allemaal veel later gekomen daar. En dat zeggen zij ook. Ze hebben dus niet gecommitteerd aan hetzelfde, aan dezelfde doelstellingen als wij in Parijs. Ze hebben gezegd, van, nou jullie hebben je tijd gehad. Hè, jullie hebben die voorspoed ook allemaal gehad. Nou is het onze beurt. En wij verschuiven die tijdlijn naar iets in de toekomst. En dat zie je ook. Hoe zij vervolgens met hun energievoorziening omgaan. Dus zij blijven wel gewoon uitstoten en kunnen wel op dezelfde koers door blijven gaan. Ja, absoluut. Absoluut. Okay. En maar ook in China is heus wel bezig met milieu en klimaat. Het is niet zozeer dat die landen alleen maar ongebreideld CO2 of andere stoffen de lucht in blazen. Deze landen zijn er ook wel mee bezig. Alleen deze landen zijn veel pragmatischer bezig. Dat is het verhaal. Ja. En Europa dient, in, dat is in mijn optiek, een heel ander doel. He, men wil feitelijk naar een full control samenleving. He, kijk naar het Europese digitale paspoort, kijk naar de CBDC. Ja, het moet allemaal met donder en geweld er doorheen. En dat gaat ten koste van onze samenleving, ten koste van onze economie, ten koste van ons sociaal klimaat. Ja, nou, en dat is mijn grote zorg. Ja, en dat begrijpen we hier niet. Maar in China begrijpen ze heel goed dat lage energiekosten bijdragen aan een hoge welvaart. Ja, maar niet alleen in China. Hè? Dat begrijpt iedereen buiten Europa. Ja. Ja? Dus, en nee, twee derde van de wereld bestaat niet uit Europa. Nee. Europa is maar een klein stukje. Daar pakken we de Verenigde Staten nog een keer bij. Komen we nog steeds niet op een derde. En de rest van de wereld gaat deze wereld regeren. Dat is het verhaal. Dat is lastig voor veel mensen. Maar het is wel zo. Er is een strijd tussen het Westen en de rest van de wereld. Dat is op dit moment wereldwijd gaande. En daar maken wij, denk ik, in het Westen verkeerde keuzes die desastreus zijn voor ons en voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat is mijn grote zorg. Ja. Ja, we hadden ECB-directielid Frank Eldersson, die zagen we vorig jaar ook al met een videoboodschap over klimaatdoelen. Laten we heel even gaan kijken naar een fragment hiervan. Climate change is an existential threat to civilization and affects us all. Extreme weather events are on the rise and we need to adapt to the changing environment. This includes banks and the banking system as a whole. Now, it is essential that banks step up their efforts to adequately measure and manage climate risks. Despite some progress, banks are still far from meeting our supervisory expectations. Preparing for climate risk is a marathon, not a sprint. There is still a long way to go, and banks need to pick up the pace. There is no time to lose. Het zou zomaar een politicus kunnen zijn. Centrale banken vervullen een politieke rol. Eigenlijk moet je lezen, als je centrale bank leest, dat is politiek. Politiek is centrale bank. Dat is heel nauw met elkaar verweven. Het zijn politici. Die voeren een agenda uit. Ja, we kennen dat, de decreet agenda 2030. Die wordt op dit moment gewoon uitgevoerd. En je kijkt naar een politicus. Die voert het beleid uit. En nogmaals, mijn zorg zit in het verhaal dat die banken daar allemaal in meegaan. En wij als rekeninghouders moeten ons realiseren dat wij de rekening daarvan gaan betalen. Dus ik zou zeggen, rekeninghouders, wees alert. Dien een klacht in bij je bank en laten die banken de moed tonen om eens een keer dwars te gaan liggen. Ja. En dat gebeurt niet. Die banken gaan mee. En stel nou dat Nederlandse politiek het ineens helemaal anders wil. Nou, dan krijgen we een spanningsveld. Ik bedoel, op het moment dat Nederlandse politiek in één keer een andere koers gaat, ja, dan zijn we in één keer niet meer de koploper in Europa. Maar wij trekken de kar in Europa. Nederland trekt de kar, hè? Dat moeten we niet vergeten. En als Nederland in één keer gaat ageren tegen dit beleid, ja, dan hebben we een hoop spanning in Brussel en in Frankfurt, waar de ECB zit. Ja.
Ja, dus wat dat betreft zou het heel goed zijn dat Nederland een andere politieke koers gaat varen. Niet om nu in één keer te roepen, we moeten uit de EU en uit de euro, daar heb ik het allemaal niet over. Maar om de tempo af te remmen. Het tempo is moorddadig hoog. We trekken het gewoon niet. Ik zit heel diep in het financiële circuit. En de banken staan op vallen, staan om omvallen. Wat in Zwitserland is gebeurd, betekent heel simpel. Als Credit Suisse was gevallen, dan hadden we een herhaling gehad van 2008. Er waren alle banken gevallen. En dat is de reden waarom in Zwitserland er nu zoveel energie gestopt wordt om die sector daar overeind te houden. Want er hoeft maar één grote systeembank te vallen, of in Amerika of in Europa, en is het exit. Dan krijgen we een herhaling van 2008 en erger. Ja. Nou, om even het cirkeltje rond te maken, want Christian Kromme die stond hier inderdaad niet zo lang geleden en die vertelde dat AI een hele sterke groei aan het maken is en dat daarom de gevestigde orde of overheden zo snel mogelijk allerlei dingen willen doorvoeren. Dus dat komt over met, overeen met wat jij zei. En dan jouw nieuws van de dag, dat AI dan ineens afgeremd moet worden. Dus ja, het is wel een interessante ontwikkeling om te zien. Precies. Christian heeft het ook altijd over krachten en tegenkrachten, maar aanhakend op jouw verhaal, waar ik ook aan zit te denken, van zou het ook kunnen, want die banken vallen om en dat systeem is sowieso niet meer houdbaar, maar zou het ook kunnen dat ze door zich te committeren aan klimaatdoelen, ze voorsorteren op de situatie waarin ze overbodig zijn, zoals bijvoorbeeld Barbara Baarsma zei, hè, was de directeur van de Rabo Carbon Bank. Absoluut. En die zei al van het klimaat, zij werkt zelfs nu in Brazilië. CO2-credits wordt de nieuwe valuta. Zou het kunnen dat die banken toch ook een vooruitziende de visie hebben en denken van, nou, wij moeten ook alvast vooruitdenken. En als geld, valuta, straks niks meer waard is, maar hebben we een nieuwe valuta nodig. En misschien moeten we dat vinden in klimaat en energie, want dat is wat nu schaars is en wat prijzig is. Ja, als centrale overheden de rol gaan overnemen van commerciële banken, en dat is eigenlijk het traject waar we nu met z'n allen in zitten, dan krijgen die commerciële banken, de Rabo's en de ABN AMRO's, krijgen een andere rol. Het is absoluut waar. En daar is men op aan het voorsorteren. En ik denk nu door die bankencrisis die er nu is, die we nog niet in onze portemonnee voelen, dat op dit moment het tempo ook verhoogd wordt. Ik denk zelfs die toespraak van maandag heeft voor een deel, denk ik, te maken met het feit dat ze nu zien, onverwachts, dat is niet geregisseerd, dat die banken wederom in ernstige problemen komen. Ze zijn nooit uit de problemen geweest sinds 2008. Het is gecamoufleerd. Maar het komt weer bovendrijven. En dat komt eigenlijk voor de financiële sector, eigenlijk voor de hele wereld, komt dit te vroeg. Als de digitale euro en die digitale dollar verder waren gegaan, hadden ze die bankencrisis kunnen oplossen. Hadden ze heel snel versneld dat gaan invoeren. Maar nu zie je dat er iets komt wat eigenlijk gewoon uit de klauwen loopt. Ja, sorry dat ik het zo uitdruk, maar zo is het wel. En daarom denk ik ook dat ze dat tempo nu willen opvoeren. Hij zal extra gemotiveerd zijn om nog de druk nog meer op te voeren. Snel die doelen voordrukken. Straks heeft Europa met de Green Deal hebben ze 2000 miljard in kas. Dat is de eerste keer dat de centrale bank een eigen fonds heeft waar ze mee kunnen gaan sturen. En wij worden gewoon gestuurd als burgers. Ja. Ja, je had het net over uit de klauwen lopen. ECB-directielid Frank die zei dat het misschien wel de grootste uitdaging is voor de mensheid. Voordat we gaan afsluiten wil ik jullie even één quote laten zien. De kijkers hadden hem al eerder in beeld gezien vandaag. Maar dit is de quote. Klimaatverandering is niet alleen een risico voor de planeet, maar ook voor ons financiële systeem en onze economische stabiliteit. Elderson zegt dus, dit is by far de grootste uitdaging waar de mensheid ooit voor heeft gestaan. Mm-hmm. Ja. Eens? Niet de Cuba-crisis of... Ik kan nog wel wat dingetjes benoemen die ik wel heel erg vond. Maar wat denk jij als je dit zo leest? Een bizarre uitspraak, want klimaatverandering, het is een soort toverspreuk. Het klimaat heeft altijd veranderd. Ik bedoel, we hebben ijstijden gehad, we hebben hittes gehad, we hebben altijd alles gehad. Dat wij denken als mensheid dat wij het klimaat kunnen sturen met een halve graad of een graad, vind ik gewoon. Ja, het lijkt wel of we geregeerd worden door godenzonen en grote dochters. Zo werkt het helemaal niet. Je moet als goed rentmeester omgaan met de aarde, dat helder zijn. Maar het denken dat je het klimaat kan sturen met één graad, met zoveel geld, is gewoon, het is bizar. Ja. Het lijkt wel of ik in een gek huis leef. Het klimaat is altijd aan het veranderen. Altijd aan het veranderen. Ja. Altijd, altijd. Maar waar gaat dit dan om? Macht. Full control. Controle. Macht en controle. Macht en niet controle. Meer en niet minder. Mooi. Met deze woorden gaan wij afsluiten, heren. Dank jullie wel.